Ik zou graag een aantal dingen zou ik echt uit elkaar willen trekken. Ik hoop dat u mij ook de gelegenheid geeft om elk van die onderwerpen af te maken. En ik zou willen beginnen met het punt van die notitie. Want als ik mevrouw Ollongren goed begrijp, heeft zij die notitie niet opgesteld? Ik heb die niet persoonlijk opgesteld, nee, dat klopt. Dus die notitie die is opgesteld door de ambtenaren die het proces ondersteunen? Ja, ambtenaren stellen dat soort stukken op. Dat is denk ik ook goed, maar ik wijs er wel op. Mevrouw Jorisma en ik hebben natuurlijk wel de volle verantwoordelijkheid daarvoor genomen. Zeker, dat begrijp ik. Dus, maar u heeft het niet opgesteld, mevrouw Ollongren heeft het niet opgesteld. Zij heeft wel deze notitie gekregen van de ambtenaren die ondersteunen. Heeft zij wel input gegeven op basis waarvan dat stuk is gemaakt? Voorzitter, ook dat niet. Eigenlijk was het proces als volgt. Wij hebben maandag en dinsdag de gesprekken gevoerd met alle 17 fractievoorzitters aan de hand van het stramien, zoals ik dat ook kort heb geschetst. Dat is ook door de ambtenaren voorbereid. Daarna hebben wij op woensdagochtend, omdat we die dag geen gesprekken konden voeren vanwege de debatten hier in uw Kamer, hebben wij een uur bij elkaar gezeten in de stadhouderskamer om even vooruit te blikken naar donderdag en vrijdag. Daarna is de ambtelijke staf gaan werken aan de voorbereiding daarvan. Die hebben wij op donderdagochtend gekregen. Het enige wat ik daar actief heb gevraagd in die vergadering is het schematische overzicht dat de Kamer ook heeft gekregen van de inhoudelijke punten die naar voren zijn gebracht door de verschillende fractievoorzitters. De heer Hoekstra. Maar voorzitter, dan is volgens mij zijn twee dingen helder. Het is helder dat mevrouw Ollongren en ik neem aan ook mevrouw Joris, maar dat stuk niet zelf heeft opgesteld. Dat is helder. Dat is opgesteld door ambtenaren. Wat niet helder is voor mij, is wat is de mate van input die de verkenners gegeven hebben op basis waarvan dit stuk tot stand is gekomen? Mevrouw Ollongren. Ja, voorzitter, ik vind dat een lastige vraag. Kijk, ik denk het is een proces wat de verkenners samen met de ambtelijke staf heel intensief met elkaar doormaken. Dus het is gebaseerd op de gesprekken van ons met de 17 fractievoorzitters. Het is gebaseerd op wat wij woensdagochtend hebben gesproken over wat kan nou onze volgende stap zijn. U heeft het ook gezien, in de notitie staan bijvoorbeeld zaken die door partijen naar voren zijn gebracht. Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, dat de ChristenUnie had gezegd, ja, wij vinden dat het in de volgorde van de grootte van de fracties moet gaan. Dan zijn wij dus voorlopig nog niet aan de beurt. Ja, dat soort dingen vindt u allemaal terug in die aantekening. Dus dat is gewoon gebaseerd op alles wat daar is gezegd. Maar ik hecht er ook aan om te benadrukken dat de woorden functie elders er niet hadden moeten staan, niet gebaseerd zijn. Op welk gesprek dan ook, dat wij hebben gevoerd met elkaar, dan wel met de fractievoorzitters. En nogmaals, het zijn ook, ik beschouw het als suggesties, aantekeningen om in het achterhoofd te hebben, maar ook iets wat we ook nog zelf moesten wegen in politieke zin. Dus als het al zo bedoeld zou zijn, dus niet bedoeld als datgene wat de heer Rutte in het gesprek heeft opgemerkt, maar iets anders. Ja, dan was onze weging natuurlijk geweest. Nou, daar doen we natuurlijk niks mee. Want daar gaan wij niet over als verkenners. De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, en ik ben misschien in uw richting ben de eerste van de zes punten die ik wil maken, maar het is belangrijk om dit helemaal uit te klaren. Waar het natuurlijk om gaat, is hebben we de ene variant waarin ambtenaren, met wat voor bedoelingen dan ook, maken die een stuk waarvan mevrouw Ollongren natuurlijk gelijk heeft dat dat valt onder de verantwoordelijkheid. Ik weet niet of je het politieke verantwoordelijkheid mag noemen, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de verkenning. Dat is een figuur zoals ministers die ook tegenkomen. En dan zullen ze toch verantwoordelijkheid moeten nemen, misschien zonder dat stuk ooit gezien te hebben. Maar de vraag is of het die variant is, of dat het de variant is waarin er input is geleverd door één of door beide verkenners, waarna dat stuk gemaakt is. Want dat is natuurlijk een wereld van verschil in dit debat. Is het dat eerste, dan snap ik nog steeds dat mevrouw Ollongren zegt, ja, maar ik heb daar de verantwoordelijkheid voor genomen, want dat had niet zo mogen gebeuren. Maar dat is echt een andere stijlfiguur dan, ja, maar de verkenners hebben input gegeven op die woensdagochtend en op basis daarvan is dat stuk tot stand gekomen. Dus welke van de twee varianten is het? Het is de eerste variant, voorzitter. Het is een stuk wat ons is aangereikt ten behoeve van de voorbespreking van gesprekken die we nog zouden voeren. Wat wij niet hebben gelezen, niet hebben besproken vanwege de onderbreking op die donderdagochtend, voorzitter. De heer, ja. Dus dan is het uitgesloten dat er op die woensdag in dat gesprek, wat kennelijk met z'n vieren heeft plaatsgevonden, dat daar gesproken is
Bijvoorbeeld over de heer Omtzigt of over die andere onderwerpen die vervolgens allemaal onder het lijstje CDA in die notitie zijn gekomen. Dat moet dan uitgesloten zijn. Nee, voorzitter. Als het gaat over de woorden functie elders is dat uitgesloten. Alle andere punten niet. Ik noemde het voorbeeld van de ChristenUnie, maar er staan veel meer partijen genoemd met opvattingen in zaken de coalitievorming. Dat is gebaseerd op de gesprekken met de fractievoorzitters en is ook gebaseerd op onze gesprekken op woensdagochtend over hoe verder te opereren. Wij hebben de keuze gemaakt om twee gesprekken in te plannen, een gesprek met de heer Rutte en een gesprek met de mevrouw Kaag. Om vervolgens te kunnen bepalen hoe wij de heer Hoekstra nog konden verleiden om ook nog een keer bij ons aan tafel te komen. En overigens gold dat ook nog voor een aantal andere partijen waarvan we het ook nodig achten om nog met hen te spreken. Maar zover is het natuurlijk niet gekomen. De heer Hoekstra. Ik weet niet of we er al bijna zijn, maar dat toch nog even. Dan wordt het donderdagochtend. En op die donderdagochtend krijgen de beide verkenners die notitie. En wat gebeurt er dan? Wat wordt er dan met die notitie gedaan? Op dat moment zouden wij mede met die notities, overigens niet alleen, want mevrouw Jorisma en ik hebben ook gewoon onze eigen werkwijze. Maar goed, die notities worden gemaakt ter ondersteuning. Dus we hadden die notities voor ons liggen. We zouden daarover gaan praten, omdat we drie kwartier daarna de heer Rutte en twee uur later geloof ik mevrouw Kaag verwachten. Maar daar zijn we nooit aan toegekomen. Nogmaals, ik heb die notities meegegrist. Dan had ik dat maar niet gedaan, zou ik bijna zeggen. Maar dat heb ik wel gedaan, omdat ik nog ergens in mijn achterhoofd had, ja, misschien kunnen we nog wel digitaal voortzetten. Maar we hebben die notities niet meer besproken. Voorzitter, zo is het gegaan. De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, ga ik naar een tweede onderwerp, maar dat raakt u natuurlijk wel aan. En dat gaat over hoe het nou kan. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar het is toch ook niet de meest waarschijnlijke variant, dat er kennelijk uitvoerig is gesproken over de Omtzigt en ook andere aan het CDA gerelateerde onderwerpen. En dat geen van de drie aanwezige politiek betrokkenen dat kon reproduceren, maar de twee ambtelijk betrokkenen dat wel konden reproduceren, want dat moet dan dus de input geweest zijn. Want het is niet een van de verkenners geweest die de input heeft gegeven voor het memo, het zijn de ambtenaren geweest, dus die wisten dat te reproduceren. Nou, voorzitter, allereerst de eerste opmerking van de heer Hoekstra. Het is niet uitvoerig gesproken over de positie van de heer Omtzigt. Het is aan de orde gekomen in de context van inderdaad het spreken over de positie van het CDA. Dat klopt, maar er is niet uitvoerig over gesproken. De ambtenaren die dit werk doen, die notuleren alles heel uitvoerig. Ik heb niet alles zelf meer bekeken, maar die schrijven gewoon mee. Dus er wordt heel veel opgeschreven. En dat is ook goed, hè, want dan is dat ook weer reproduceerbaar. Mevrouw Jorisma en ik hebben bij ieder gesprek ook gezegd, als u hier een brief of een notitie achterlaat, dan zal die openbaar worden. Maar als wij iets wat u hier zegt gebruiken voor ons verslag, dan zullen we eerst bij u terugkomen om dat te laten autoriseren. Ten behoeve daarvan worden die aantekeningen natuurlijk gemaakt. Omdat als het later nodig is voor het verslag en om een vervolgstap te kunnen zetten, dat terug te halen is, hoe werd dat precies gezegd en in welke context. Daarom zijn het zulke uitvoerige aantekeningen. De heer Hoekstra. Maar dan begrijp ik dus niet de optelsom. Want dan heb je een gesprek gehad. Hè? En dan heb je in dat gesprek, heb je kennelijk niet in je eigen aantekeningen gezegd, heb je kennelijk ook niet zelf opgeslagen. Het is uitvoerig gegaan over het CDA en daar is het overigens ook gegaan over de Omtzigt. Dat is niet in uw aantekening, in de aantekening van mevrouw Longren verschenen. Dat is niet opgeslagen in het eigen geheugen. En dan is het vervolgens is het donderdagochtend. En dan ligt er een notitie. Die notitie, die wordt besproken en daarna wordt niet besproken, maar daarna breekt het gesprek af en wordt die notitie gefotografeerd. En dat bericht slaat bij mij, bij mijn fractie, bij het CDA, maar bij heel veel anderen slaat dat gewoon in, ik zal het nog een keer markeren, als een bom. Vanzelfsprekend in de eerste plaats over wat er staat over de heer Omtzigt. Maar het is een hele waslijst aan zaken die gaan over het CDA. En als je op dat moment niet terug kan grijpen op die herinnering van die maandag, want dat is eigenlijk wat de verkenners zeggen, dan wil je toch in ieder geval 100% zeker weten dat op het moment dat je de Kamer vervolgens een brief schrijft over het meest brisante ding in dat lijstje, het was een vrij brisant lijstje voor het hele CDA, met alle complimenten aan mijn adres en verder natuurlijk met name de opmerking richting de heer Omtzigt. Maar ik heb ook, ik denk wel 10 keer de vraag gekregen van mensen uit mijn omgeving, wat heb jij allemaal gezegd?
Iedereen geloofde heus wel dat ik het niet gehad had over mijn positie of over die Omtzigt of over wat dan ook. Maar je wil weten, wat heb je gezegd? Ben je misschien vergeten iets terug te koppelen? Iets totaal anders. Dus je wil dat 100% zeker weten. En wat ik zo lastig te begrijpen vind, is dat als de optelsom is, eerst het gesprek, vervolgens op woensdag het ambtelijk overleg of ambtelijk politiek overleg, op donderdag de notitie op tafel, vervolgens de foto, dan wil je één ding zeker weten en dat is dat je niet een volgende fout maakt in het terugkoppelen naar de Kamer van wat er in dat gesprek op die maandag besproken is. Eigenlijk ook de vraag van de heer Van der Staaij. Dus ik probeer te begrijpen hoe dat nou kan. Nou ja, misschien dat ik dan toch ook weer twee dingen uit elkaar kan trekken. Vandaag is eigenlijk een andere dimensie veel besproken, namelijk inderdaad de brief van 29 maart. Hè, waar dus ten onrechte in staat dat er helemaal niet was gesproken over de heer Omtzigt in die twee dagen, maandag en dinsdag. Eind vorige week, toen dit allemaal speelde, en afgelopen maandag toen wij ook de brief opstelden, ging het ons eigenlijk veel meer over die twee woorden, functie elders. Daar waren we erg mee bezig. Hoe kan dat? Waarom staat dat daar? Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? We hebben het eigenlijk niet zo teruggerelateerd aan die gesprekken. We hebben gewoon gedacht, want het was een vooruitblikkende notitie. Het was niet een terugblikkende notitie. Het was geen verslag of iets dergelijks. Het waren aandachtspunten voor de gesprekken die daarna zouden komen. En daarom hebben we ook, en dat was natuurlijk heel belangrijk voor ons om dat te zeggen, die woorden hadden daar niet moeten staan. Dat was niet een zaak die speelde voor ons in het kader van de verkenning. En nogmaals, dat er wel over de heer Omtzigt blijkt te zijn gesproken. Ja, in de context van welke rol kan het CDA spelen? Hoe zit het met de positie van het CDA? Hoe is het met de stabiliteit in het CDA? Speelt daar potentieel een kwestie waar wij over in de media lezen? Daar, in die context, is dat besproken, voorzitter. De heer Hoekstra. Ja, even op de... Dan ga ik naar volgend punt. Ja. Je wil, als dit gebeurt, en het is zo brisant... En de verkenner heeft mij gebeld, mevrouw Longden heeft mij gebeld. Ik heb onmiddellijk de heer Rutte gebeld over wat hier los was. Omdat ik terugkwam, ik zat letterlijk in de auto, zat iemand naast mij die ontplofte. En ik zei, wat is er aan de hand? En toen kreeg ik dit opgediend. En ik denk dat voor velen in Den Haag, in ieder geval voor iedereen in het CDA, de reactie soortgelijk was. Wat is hier in vredesnaam aan de hand? Dus dat gebeurt. En mevrouw Longen heeft twee voorstadia van die apotheose heeft zij meegemaakt. Want ze heeft het gesprek meegemaakt en ze heeft het ambtelijk politieke gesprek meegemaakt. En ze heeft die notitie op haar bureau gehad. Niet besproken, maar wel daar op het bureau gehad. Dus ik probeer te begrijpen, als dat dan de optelsom is en je gaat vervolgens een brief schrijven naar de Kamer, dan wil je één ding voorkomen en dat is dat er iets komt te staan wat niet blijkt te kloppen. Daar kan je desnoods kan je zeggen, het is onduidelijk. We moeten het uitzoeken. We weten allemaal hoe dat gaat op het ministerie. Je gaat alles boven water trekken, maar waar je niet 100% zeker bent, daar zoek je een oplossing in het proces. En zeg je, ik weet het niet, of we moeten het uitzoeken. Hoe kan dat nou zo zijn dat het toch zo is misgegaan in die brief? Dat zou ik willen herhalen wat ik net tegen de heer Van der Staaij zei. Wij hebben gerespecteerd dat wij als oud-verkenners niet meer konden beschikken over die informatie. We hadden dat moeten markeren, ook in de richting van uw Kamer. We hadden misschien ook tegen uw Kamervoorzitter kunnen zeggen, u vraagt wel een brief aan ons, maar we zijn eigenlijk niet in staat om die te schrijven. Want wij beschikken niet meer over die informatie. Wij moeten nu varen op ons eigen geheugen. En dat is misschien achteraf gezien inderdaad een fout geweest van ons. Dat hadden we dan niet moeten doen, hadden we kunnen zeggen. Of we hadden erop moeten staan dat wij wel die informatie konden inzien. Dat hebben we niet gedaan. We hebben gerespecteerd dat wij daar geen toegang meer hadden. Ja, we waren ook teruggetreden. Dus mevrouw Longen vindt achteraf dat die brief in ieder geval niet gestuurd had moeten worden. Of in ieder geval niet op basis van die informatie, begrijp ik. Nou ja, de brief is gestuurd op verzoek van uw Kamer. Wij zijn hier ook op verzoek van uw Kamer als oud-verkenners. Ik vind het ook goed dat we toch die verantwoording kunnen afleggen. Hoewel wij die functie niet meer bekleden. Maar we moeten constateren dat door het feit dat we niet over die informatie beschikten, we daardoor de Kamer te goeder trouw maar onjuist hebben geïnformeerd op dat punt. Zeker. Ja. Voorzitter, ik heb nog twee vragen. De eerste die gaat over de... Ik ga ervan uit dat de heer Wilders dit keer niet tegen mij heeft, voorzitter. Nee. Voorzitter, het eerste even over die verkenning. En wat die verkenning betekent in ons staatsrecht. Is mevrouw Longen het eens met de heer Kamp dat de verkenning bedoeld is om te verkennen? Niet minder, maar ook niet meer. Ik ben op donderdag 18 maart gebeld door mevrouw Riep.
met de vraag of ik bereid was om samen met mevrouw Joritsma als verkenner aan te treden. We hebben daar een gesprek over gehad met de voorzitter. De voorzitter heeft ons gevraagd om te doen wat een verkenner hoort te doen. En dat betekent dat op basis van de verkiezingsuitslag, in afwachting van de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, het debat over de verkiezingsuitslag zou moeten worden voorbereid en verkend zou moeten worden welke coalitievorming mogelijk was. Dat was onze opdracht. Niet meer en niet minder. De vragen die wij gesteld hebben, we hebben de heer Hoekstra precies dezelfde vraag gesteld als de anderen. Die gingen over de duiding van de verkiezingsuitslag, over de thema's die belangrijk werden gevonden, inhoudelijke thema's of anderszins thema's. Die gingen over welke rol een partij zou willen spelen in de coalitievorming en welke partijen zou worden uitgesloten. Dat was onze opdracht, voorzitter, met als doel om te komen tot een verslag. En zoals u weet is dat dan altijd de opmaat naar het debat waarin de volgende fase kan worden vastgesteld. Als het enigszins lukt, natuurlijk de opmaat naar het aanstellen van een informateur. Er werd verschillend gedacht, merkten wij in de gesprekken, over wat nou de benaderingsroute zou moeten zijn. Een groot aantal fractievoorzitters heeft ons gevraagd om dat via de inhoud te doen. Een aantal fractievoorzitters heeft minder inhoudelijke punten naar voren gebracht. En de heer Hoekstra heeft inderdaad een andere route gekozen, dat klopt. Ja, het gaat dus hier over mijn route en ik herken wel dat er een bepaald stramien werd afgewerkt. Ik weet natuurlijk niet of dat hetzelfde is geweest in de andere gesprekken. Maar stel eens dat dat zo geweest is, dat dat stramien van die verkenning, waarvan ik me nog kan voorstellen dat dat hoort bij die verkennende fase, dat dat in elk van die gesprekken is afgelopen. Dat zou dan nog kunnen passen in wat de heer Kamp, ik doe dit ook voor het eerst, maar wat de heer Kamp heeft beschreven als zo zou een verkenning behoren te vergaan. En we maken een helder onderscheid tussen de korte eerste fase van de verkenning en daarna een formatie, of eigenlijk een informatie, en daar vervolgens een formateur die wordt aangesteld. Maar eerst met een informateur. We maken een duidelijk onderscheid tussen die verschillende fases. Als dat nou zo is, en dat hele stramien is afgelopen, niet minder, maar ook niet meer, hoe kan dan dat lijstje met die opmerkingen over het CDA, hoe kan dat dan de resultante zijn van die hele exercitie? Dat begrijp ik gewoon niet. Mevrouw Ollongren. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg heb gemaakt dat in deze verkenning, die zou moeten leiden tot een vervolgfase waarin een aantal partijen zich bereid verklaart om verder te praten met elkaar en te onderhandelen op weg naar een kabinetsformatie, coalitievorming, dat in onze analyse het CDA daar een belangrijke positie in innam. Echter, wat heel opvallend was, overigens hebben wij 17 prettige gesprekken gevoerd, dat de heer Hoekstra, maar hij heeft dat zelf ook gezegd, daarom kan ik het hier ook herhalen, verreweg het meest terughoudend was in zijn opstelling. En dat begrijp ik en respecteer ik vanzelfsprekend ook. Maar het CDA heeft wel 15 zetels, is een belangrijke partij in dit land. Dus natuurlijk vragen wij ons dan af, wat speelt er? Hoe kunnen wij kijken hoe we het CDA toch bereid kunnen krijgen om in ieder geval een vervolggesprek te voeren over die coalitievorming? Of blijft het CDA op het standpunt dat het niet voor de hand ligt? Dat kan ook een uitkomst zijn. We hebben ook rekening mee gehouden dat we uiteindelijk in ons eindverslag zouden moeten melden dat niet kon. Dat was ook een uitkomst geweest. Maar zover waren we natuurlijk nog niet. De heer Hoekstra. Ja, voorzitter, ik weet niet of we het kunnen oplossen. Want de vraag is hoe die lijst, hoe dat raster met vragen, wat kennelijk voor iedereen hetzelfde is geweest, uiteindelijk zijn apotheose kent in functie elders, in rol van Hoekstra. Wil mevrouw Longren vast ook nog bevestigen, hebben wij het ook niet over gehad. Mijn onderhandelingsstijl en nog een aantal andere aan het CDA gerelateerde dingen. Voorzitter, de woorden functie elders hadden er niet moeten staan. Ze stonden er, wij zouden er niks mee hebben gedaan. Daar moest het niet over gaan. De onderhandelingsstijl Hoekstra, daar heb ik al iets over gezegd. Beschouw het als een compliment. Dat is denk ik wat het is. Andere punten zijn gewoon bedoeld als, ik heb het volgens mij ook in het telefoongesprek met de heer Hoekstra, mental notes genoemd. Gewoon dingen, hou het in je achterhoofd. Dat is het niet. Het is niet een geaccordeerd met paraven voorzien stuk waar iets mee moest. Het waren suggesties die ons werden aangereikt om na te denken over hoe volgende stappen zouden kunnen worden gezet. Er stonden ook dingen in als misschien zou het goed zijn om buiten de tafel in de stadhouderskamer om
ook gesprekken te hebben met elkaar. Wij zouden zeker ook aan de heer Rutte hebben gevraagd, van, heeft u ook gewoon zelf contact met de heer Hoekstra? Hoe loopt dat? Want als wij hier niet verder komen, ja, dan helpt het soms wel eens om gewoon nog onderling contact te hebben. Dat soort dingen. Niet meer en niet minder, voorzitter. Mevrouw Bloemen.